leuk dat je weer kijkt naar All These Games. Vandaag ga ik verder met The Sims 4 Beleef het samen. En Nancy is een schilderij aan het maken. Bart is op de gitaar aan het oefenen. En Joey die is aan het gamen. Die gaat nu trouwens eventjes naar de wc. Dat is misschien ook wel eventjes een goed idee. Zo, wat we vandaag gaan doen. Ik weet het eigenlijk niet precies. Ik denk dat we er natuurlijk weer eventjes op uitgaan. We moeten natuurlijk gewoon even lekker de stad verkennen. Nieuwe mensen leren kennen. Dat kunnen we natuurlijk allemaal nog lekker doen. We gaan vandaag ook de verjaardag van Bart vieren. Want die wordt een volwassene. Hij is nu nog jong volwassen. Dus die wordt een echte volwassen, zeg maar. Een echte volwassen. Nu, net alsof die nu nep is. Nee, natuurlijk niet. Maar dat gaan we eventjes doen. Wat ik ook eventjes wil doen is een baan voor Joey zoeken. Want Joey die gaat natuurlijk straks op zichzelf wonen. Of tenminste, dat denk ik. Ooit in ieder geval moet hij wel op zichzelf gaan wonen. Dus ik wil alvast eventjes een baan voor hem vinden. Zodat hij alvast lekker eventjes kan inkomen. En eventjes lekker alvast geld kan verdienen. Dus we gaan eventjes een leuke baan voor hem zoeken. Hij is natuurlijk geniaal. Snelle leerling. Dus hij is heel slim. En ik denk dat we daarmee wel iets leuks kunnen doen. Even kijken, waarvoor moet je nou heel slim zijn? Wetenschapper moet je wel slim voor zijn. Astronaut moet je wel slim voor zijn. Techneut, ja. Ja, zullen we hem een astronaut maken? Carrière, ruimte racer. Ja, we maken hem een astronaut. Waarom ook niet? Kan allemaal. Zo, Joey is een astronaut. Wat moet hij vandaag doen? Schaken. Oh, dat heeft hij blijkbaar al voltooid. Even kijken, hij moet niveau 3 bereiken van de inzichtvaardigheid en niveau 2 van de fitnessvaardigheid. Oké, hebben we een schaakbord hier? Volgens mij niet. Nee, volgens mij hebben we dat niet. Dus dat is een beetje een probleem. Maar wat we wel even kunnen doen, we kunnen wel eventjes wat gaan kopen. Oh, Nancy heeft de schilderij af. Wow, die is leuk geworden. Oké, we kunnen wel eventjes een fitnessapparaat kopen natuurlijk. Als we daar geld voor hebben. I don't know of we daar geld voor hebben. Even kijken hoor. Wat is er, waar staan die dingen? Oh, hier zie ik er eentje. Oh, die zijn wel lekker duur, maar ja. We moeten toch wel onze fitnessvaardigheid eventjes opbouwen. Ja, we kunnen ook gaan hardlopen natuurlijk. Maar, oh, deze is niet zo duur. Nou, dan doen we deze gewoon. Die is niet super duur. Ik zet hem buiten. Beetje raar om dat buiten te zetten, maar toch doe ik het lekker. En wat moeten we daar nog meer hebben? Een schaakbord. Dat hebben we ook nog niet. Even kijken of we dat beneden misschien ergens leuk kwijt kunnen of zo. Misschien dat het hier... Oh, die kan er wel hier toch op het dakterras. Of het is niet het dakterras, het normale terras. Kijk hoor, hier staan de schaakborden. Zo, zetten we er even twee leuke stoelen bij. Wat is even een leuke stoel? Oh, dit zijn leuke stoelen. Oh, dat zijn nog van de wellness. Oh, joh. Weet ik veel, had ik nog allemaal niet gezien hoor. Even kijken, in het zwart. Oeh, dat is wel heel heftig. Ik denk dat ik deze gewoon doe. Dit zijn wel een beetje stoelen voor buiten, toch? Zo, oké. Okay. Even kijken, hij is boven. Dit is... Oh, dit is trouwens een kast. Het lijkt echt op een lift, maar het is een kast. Kijk, hij gaat eventjes trainen dan. Even de fitnessvaardigheid bereiken. Nancy heeft geschilderd. Oh, ze zit nu tv te kijken. Aan verzamelaar verkopen. Zo, nou, we hebben weer een lekker schilderij gemaakt hoor, jongens. We gaan ook eventjes een abstract schilderij maken. Zo. Gitaarniveau 2 bereikt. Oh, Bart heeft gitaarniveau 2 bereikt. Ja, dat is ook wel nodig, want hij is... Ik zal het even laten zien. Hij is een serieuze muzikant, maar hij heeft nog niet niveau 4 en niveau 5 van de gitaar- en pianovaardigheid. Dus, ja, we moeten eigenlijk ook weer een piano hebben. Hebben we ook niet, maar dat ga ik nu niet kopen, want dat ding is weer super groot en dat gaat niet passen. Maar daarom ging hij maar eventjes snel de gitaarvaardigheid wat beter ontwikkelen, want hij moet natuurlijk wel goed gitaar kunnen spelen als hij een muzikant is. Dat moet natuurlijk allemaal wel kunnen. Oké, Nancy maakt eventjes haar schilderij af. Oh, oh, ik hoor een telefoon. Ik hoor een telefoon. Gefeliciteerd met je verjaardag. Dankjewel. Wie is dit ook alweer? Ik kan er even niet bij wie dat is. Ik kom me wel bekend voor, maar hij is dood. Zo te zien, want het is een geest. Nou, bedankt. Ik krijg gewoon een felicitatie voor mijn verjaardag. Leuk. Ik kon niet dankjewel zeggen of zo. Nee, ik kon alleen ok zeggen. Dat is wel een beetje stom dat je alleen ok kan zeggen. Het klinkt zo hard. Ik weet niet. Het zou leuk zijn als je dan dankjewel of zo kan zeggen. Kijk, ja, de verjaardag gaan we natuurlijk vandaag... Waarom kreeg hij een felicitatie? Hij is al jarig geweest. Oh, Noah is ook bijna jarig. Jeetje, het stikt van de verjaardagen hier. Iedereen die is ineens jarig, joh. Spelen. Er zijn te weinig stoelen. Te weinig stoelen? Oh, er staan gewoon stoelen bij, hoor. Waarom kan hij daar dan weer niet bij? Kijk, hoor. Hoe moet ik die stoel dan dichterbij zetten of zo? I don't know. Misschien als ik hem hier zet dat het wel lukt.
Kijk, hoor ik het nu wel? Want, nee, waarom kan die niet zitten? Wat is dit nou weer voor clown fiesta, jongens? Waarom doen die stoelen het niet? Nou, de stoelen doen het niet. Waarom kan die er niet op zitten? Even kijken, hoor. Zet ik een andere stoel neer? Ja, kan mij iets schelen. Maar welke stoel werkt dan wel? Dat is een beetje de vraag. Hebben we niet buitenstoelen of zo? Ik zit nu allemaal binnenstoelen te pakken, maar... En voor mij hebben we dat niet echt, hè? Je hebt niet echt speciale buitenstoelen of zo. Oh, dit zijn de bosjes, jongens, waarin je oh ja kan doen. Zie je, ze hebben ook hartjes op de, als planten. Of hartjes, bloemen als hartjes. Ja, ik zei het nu goed. Even kijken, deze stoel kan volgens mij wel. Dus dan zet ik deze lekker neer. Hier, kijk eens aan. Hartstikke leuk. Schuiven we het even een beetje op. Zo. Nou, als het goed is kan hij nu wel. Ja, hij kan nu wel spelen. Nou, blijkbaar werkten de stoelen gewoon niet of zo. Geen idee waarom. Maar dat kan gebeuren. Hij gaat in ieder geval eventjes zijn inzicht bijwerken. Nancy heeft een meesterwerk geschilderd. Oh mijn god, jongens. Ze heeft een meesterwerk geschilderd. Daar krijgen we echt heel veel geld voor. Oké, okay, we gaan even eerst naar de wc. We moeten hiervoor even naar de wc. Ik weet niet waarom. Maar kijk nou. Ho. Kijk hoor. We kunnen zelfs geen kopie maken. Want we hebben er niet genoeg geld voor. Oh my god. We krijgen dus gewoon 1700 simdollar voor dit schilderij. Volgens mij. Dat zou echt geweldig zijn als we dat krijgen. Want dat geld hebben we echt nodig. Wauw. Ik ga kijken hoeveel geld we hiervoor krijgen. Moet Noah een klasgenoot jij nodig? Ja. Je staat op het punt een meesterwerk te verkopen. Die zijn ontzettend zeldzaam. Ik weet zeker. Ja, 1700 euro, jongens. Oh my god, dat is zoveel geld. Gefeliciteerd met die geweldige baan. Dit lijkt me fantastisch voor jou. Dankjewel, ah, dat is Oliver. Die belt even vanuit de hemel. Hey, yo, gefeliciteerd met je banaan. Met je banaan? Met je baan. Waarom zei ik banaan? Weet ik veel. Kijk hoor, we hebben gewoon een meesterwerk geschilderd, jongens. Dit is niet normaal. Wauw, dit is echt niet normaal. We hebben gewoon een meesterwerk geschilderd. En we hebben superveel geld ervoor gekregen. Oh, dat vind ik echt leuk, jongens. Daar ben ik echt blij mee dat we dat hebben gekregen. Even kijken hoor. Naar werk gaan. Oh shit, hij moet gewoon naar het werk. Oh jeetje, dat is niet helemaal de bedoeling. Kijk, wat gaat hij doen? Blikblok spelen. Nou, vooruit. Oh, zij wilt ook al gamen. Nou, dan moet jij wat anders gaan doen. Nee, wacht. Nee, Noah, jij mag niet gamen. Hupsakee, stop met dat gamen. Jij gaat lekker gamen. Hier, ga lekker Sims spelen. En Noah, die gaat met Kevin Dijkstra spelen. Want die heeft hem uitgenodigd, dus dan moeten ze ook samen wat gaan doen. Hier, over speelgoed praten. Oh, ze zwaaien naar elkaar. Ze kunnen toch samen met de poppen spelen? Poppen spelen met Kevin. Hier, ga lekker samen met de poppen spelen. Hartstikke leuk. Doen jullie ook nog eens wat samen. Inzicht niveau 2 bereikt. Oh, dat was het toch al. Hij hoeft toch alleen maar niveau 2? Oh nee, niveau 3. Oké, okay, nou dan moeten we nog heel even doorgaan. Ik laat hem gewoon eventjes lekker daar zitten. Bart is aan het werk. Oh jeetje, wat heeft hij net pak aan? Even kijken hoor. Hij gaat eerst eventjes gezellig doen met collega's. Want hij heeft niet echt veel socialiteit. En daarna gaat hij keihard werken natuurlijk. Want het werk gaat gewoon lekker door natuurlijk. Hij zit even lekker te gamen. Wat gebeurt hier? SMS versturen. Oh, dat kan tegelijkertijd. Max is een ingewijde. Ingewijden willen het altijd over het laatste en beste nieuws over clubs hebben. Dat kan, maar dan moet hij eerst in een club... moet hij eerst lid worden natuurlijk. Oh, wacht, even kijken. Wat zijn zijn interesses? Gezelligheidsdier en houdt van buiten. Oké, dus ik denk dat een club waar je lekker gezellig kan praten en zo, dat dat wel iets voor hem is. Of iets met natuur. De levensgenieters. Dat is wel wat voor hem, toch? Of party people? Ik weet niet. Ik denk dat levensgenieters wel wat voor hem is. Ja, dat wordt hem. Oké. Oh. Welkom bij de levensgenieters. Ik ben blij dat je hebt besloten om lid te worden van onze club. We hebben een bijeenkomst en zouden het fijn vinden als je je even voorstelt aan de groep. We gaan allemaal naar de Kirrende Lama. Er staat ons een leuke avond wachten. Kom naar de bar. Ja, zal ik erbij zijn? Nee, helaas. Ik ben er niet bij. Sorry. Ik kom een andere keer wel. Zitten wel allemaal een beetje oude mensen in de club? Maar dat maakt niet uit. Wat moeten we allemaal doen? We moeten kroegspellen spelen en bardrankjes drinken. Nou, dat moeten we doen in de club. Dat gaat helemaal goed komen natuurlijk. Hij zit in ieder geval in een club, dus dat is mooi. Dat is goed nieuws. Want dat wilde hij natuurlijk heel graag. Noah moet ook nog in een club eigenlijk. Nou ja, dat hoeft niet nu natuurlijk. Dat kan altijd nog. Ze gaat eerst maar eventjes naar de wc. Zo, kijk. Is Nancy bijna klaar? Oh nee. Ho, ho. Ze heeft weer een schilderij gemaakt hoor. Oh, geen meesterwerk, maar ze heeft wel weer een supermooi schilderij gemaakt. En hij is volgens mij ook wel wat geld waard. Oh, ik vind het echt een mooi schilderij. Echt heel gaaf. Ze heeft een beetje honger, zo te zien. Nou, weet je wat we dan doen?
Dan gaan we even diner serveren. Kip, salt en bokka. Hupsakee, lekker even kip maken. Gaan we even kip maken. En we moeten natuurlijk ook nog de verjaardag vieren van Bart. Maar die is nu op het werk, dus dat gaat nu niet lukken natuurlijk. Hier, keihard werken, hupsakee. Kijk hoor, hij is nog steeds aan het schaken. Hij is nog steeds aan het gamen. Al dat gegame hier heel de tijd. Niet te geloven. Even kijken hoor, Noah gaat alvast even aan haar huiswerk beginnen. Huiswerk is natuurlijk hartstikke belangrijk. Altijd goed je huiswerk maken, jongens. Huiswerk is belangrijk. Hier, ga eventjes lekker onder de douche. Zo, en dan gaan we straks natuurlijk eventjes lekker avond eten. Zit Kevin nou hier? Oh, die zit mee te schaken. Oh, wat gezellig. Dat kan natuurlijk ook, lekker samen schaken. Oké, eten wordt bereid. Noah is bezig. Niveau 3 van de culinaire kookvaardigheid bereikt. Kijk eens aan, zeg. We bereiken wel veel met Nancy, zeg. Ze heeft echt al zoveel vaardigheden. Dat is echt niet normaal. Te veel om op te noemen. Oké, nou dat niet. Oh. We hebben elkaar al een tijdje niet gezien. Zullen we iets afspreken? We ontmoeten elkaar bij het gemeentemuseum. Nou, nee, helaas. Want we moeten straks de verjaardag van Bart vieren. En we gaan nu eventjes avondeten. Dus, sorry, maar dat gaat hem eventjes niet lukken. Dat gaat hem eventjes niet worden, bedoel ik. Hier, een portie pakken. Zo. Nancy, we gaan niet op bed eten. Doe even normaal. Je gaat gewoon eventjes hier aan tafel zitten. Doe eens even normaal. Zeg, we gaan niet op bed zitten eten. Ben je helemaal van de pot gerukt? Ja. Even kijken. Oh, hij heeft niet echt honger. Nou, dan laat hem gewoon eventjes lekker schaken. Oh, is Noah al klaar? Oh, hè? Waar is haar huiswerk nou gebleven? Oh, dat ligt hier op de grond. Oké. Gewoon even de huiswerk op de grond gegooid. Kan natuurlijk allemaal. Noah heeft niet echt honger zo te zien. Nou, dan hoeft ze van mij ook niet te eten. Kan ze eventjes naar de kinderzender kijken. Of nee, we moeten eigenlijk eventjes Kevin ophalen. Of nou ja, ophalen. Kevin zit de hele tijd hier bij Joey. Maar Kevin komt natuurlijk voor Noah. Dus dan moet hij ook wel eventjes aandacht geven aan Noah. Nou ja, moet niet. Maar mag wel. Enthousiast zijn over snoep. Kijk, over speelgoed praten. Net doen alsof, weet ik veel, over school praten. Zo, we gaan eventjes ergens anders zitten dan. Hier op het bankje. Hier zitten en kletsen. Lekker romantisch op het bankje zitten. Nou ja, heel romantisch. Dat valt ook wel weer mee eigenlijk. Max Wilson zit te eten. Oh, Nancy is alweer klaar. Ik zag hier trouwens ook buiten nog een vieze bord liggen. Hier, kijk eens aan. Het zit gewoon te verrotten hier, joh. Sociaal niveau 8 bereikt. Holy manoli, dat is veel. Dat is heel veel. Trouwens, wanneer is Bart thuis? Want... Oh, om 9 uur. Oké, okay, hij is om 9 uur thuis. Dan moeten we eventjes om 9 uur zorgen dat we een taart of zo klaar hebben. Oh, het is niet gelukt. Zo. Even kijken hoor. Joey kan eventjes gaan douchen. Oh, Kevin gaat ineens naar huis. Nou, lekker saai weer. Dacht, we gaan eventjes gezellig op het bankje zitten kletsen. Maar nee, dat wil hij blijkbaar niet. Nou, dan niet hè. Dan houdt het op hè. Dan gaan we wel naar de kinderzender kijken. Doei, Kevin. Oké, okay, Nancy zit te gamen. Gamer niveau 4 bereikt. Oh jee, oh jee. Oh, wacht. Ik ga eventjes de taart maken voor Bart alvast. We gaan trouwens niet weer een feest organiseren. Helemaal geen zin in. Duurt veel te lang. En het gaat altijd allemaal weer fout. Dus we gaan eventjes een suikervrije Johannescake maken of zo. Ik heb gehoord dat het vanavond in de bar buitenaardse avond is. Zullen we een kijkje nemen? Oh jee. Bar de kerende lama. We krijgen zoveel uitnodigingen, hè? I ain't got time for that. Ik heb echt geen tijd om zoveel uitnodigingen te accepteren. Maar zullen we het doen? Ja, weet je wat? Ik ga gewoon heel eventjes kijken. Heel eventjes. Nou, het is buitenaardse avond blijkbaar. Oh, wel een leuke bar. Oh, dit is echt een kroeg. Zie je gelijk. Het ziet er leuk uit. Wie is hier? Hier hebben we een volwassene. Een volwassen man. En wie is dit? Dit is... Oh, jeetje. Ga niet zo snel, joh. Ik hou het niet meer bij. Oh, je kan nog naar beneden. Oh, dat kan ik. Had ik niet gezien. Oh, kijk nou. Wat leuk. Oh, dit is speciaal voor clubleden, zie ik alweer. Oh, wat leuk. Van een leuke bar. Ja. Oh, wacht. Deze mevrouw, die zit in onze club. Deze. Mila Munch. Daar moeten we natuurlijk wel eventjes kennis mee maken. Want, ja, ze zit natuurlijk bij ons in de club. Of, nou ja, wij zitten bij haar in de club eigenlijk. Want wij komen er net als laatste bij. Dus we moeten wel eventjes kennis met haar maken. Vraag hoe dag was. Ingewijde verhaal vertellen. Bjorn Bjerse levert fantastisch werk. Nou, dat is mooi dat hij fantastisch werk levert. Oh, nee. Ik dacht even dat het Charlotte Bakker was. Maar ze heeft namelijk dezelfde outfit aan als Charlotte Bakker. Hopelijk is het niet net zo'n rotwijf als Charlotte Bakker. Ze kijkt wel een beetje boos en arrogant. Dus
Volgens mij is dit echt een Charlotte Bakker 2.0, jongens. Nancy Driessen. Beloof niet veel goeds. Kijk hoor. Leider van de levensgenieters bewonderen. We gaan hem eventjes bewonderen. Naar carrière vragen. Zo. Weet je, eigenlijk moeten we wel eventjes naar huis. Want we moeten natuurlijk ook die verjaardag vieren. En het wordt veel te laat allemaal. Dus dat gaat allemaal niet goed komen anders. Kijk, we gaan eventjes naar de wc. En we gaan eventjes deze man leren kennen. Vrolijke kennismaking hier. Geen idee waarom, maar dan kennen we ook nog eens eventjes iemand. Zo. Zeg eventjes hallo. Ja, oké, hallo gezegd. Dan gaan we nu snel naar huis. Je kunt niet reizen terwijl er een sociaal evenement gaande is. Nou, weet je wat? Dan breek ik het sociaal evenement af. Want we moeten echt naar huis, want we moeten echt de verjaardag vieren. Want anders gaat het niet meer lukken. Dan wordt het veel te laat. En ik wil ook niemand verdrietig maken natuurlijk. Max, jeetje, wie moet ik allemaal meenemen? Ik kan het niet meer bijhouden. Ja, nee, die hoeven niet mee. Volgens mij alleen Max. Voor mij moet alleen Max mee. Oké, we zijn thuis en we gaan snel de verjaardag vieren van Bart, want het wordt echt veel te laat. Het is alweer bijna 12 uur 's nachts. Zo, kaartjes uitblazen. Hupsakee, verjaardag vieren. Beetje afgeraffelde verjaardag, maar we gaan het gewoon eventjes snel doen. Zo, nou, we doen het tenminste. Daar gaat het om, hè. Oh, er wordt tegelijkertijd gejuicht. Oh, nou, dat is leuk. Oh, ja. Ja, alle kaartjes zijn uit, hoor. En hij is een volwassen man. Nou, kijk eens aan. Helemaal leuk. Eindelijk volwassen. Nou, dat is mooi. Pak lekker een stuk taart. Hij gaat geen stuk taart pakken, want hij is al veel te moe. Noah, die zit hier nog te gamen. Nou, dat gaan we dus eventjes niet doen. Want zij moet eventjes lekker gewoon gaan slapen. Hier alweer super laat. Even kijken. Nancy gaat ook niet meer taart eten. Die gaat ook gewoon gelijk slapen. Zo, en dan, oh, dat was niet de bedoeling. Bart zit nog als enige taart eten. Beetje zielig om zo hier je eentje je verjaardag te vieren, maar hij doet het toch. Eet snel lekker je taart op. Oh, hier, eet het lekker op. Zo, hartstikke lekker. En dan gaan we daarna eventjes snel slapen. Of nou ja, ik wou eerst nog gaan douchen, maar dat kan natuurlijk ook morgenochtend. Dat hoeft natuurlijk niet allemaal nu. Oh, hij ligt al in bed. Nou, kijk eens aan. Jongens, dit was weer de aflevering van vandaag. Doe natuurlijk een duimpje omhoog als je het leuk vond. En als je het niet leuk vond, doe het dan nog steeds. En dan zien jullie mij de volgende keer weer. Bye bye.